Afgelopen vrijdag vertrok de selectie van SC Heerenveen voor een mini-trainingskamp naar Oostenrijk. Als afsluiter hiervan staat een mooi affiche op het programma. Heerenveen neemt het op tegen de Turkse club Trabzonspor. En dat dat een aardig grote club is, bleek wel. Er kwamen namelijk een paar honderd Turkse supporters op de wedstrijd af. En Heerenveen begint vandaag op het sportpark in Eggendorf met onder andere Kobayashi en Reza in de basis. En ook met de kerstverse aanwinst Denzel Dumfries. En het is Heerenveen met gelijk alle grote kansen in de beginfase van de wedstrijd. Hier Martin Ødegaard, bal voor. Maar Arbasinelli komt net akkoord. De keeper staat in zijn weg. Even later vrije trap Trabzonspor. En dat scheelt niet veel. Maar Varner Haan hoeft niet in actie te komen. Joost van Aken. Bereikt nog net Reza. Torsby wacht. En daar gaat Arbasinelli. 1 tegen 1. Moet een stukje terug, haalt uit. En wat een schot van Arbasinelli. Mooie kans voor hem. Wat helaas niet tot de voorsprong leidt. En zo gaat de wedstrijd gelijk op. Want ook Trabzonspor krijgt kansen. Hier de bal voor. Yahichi. Maar daar staat Denzel Dumfries. Precies op de goede plek. En hij veegt de bal uiteindelijk weg. Dan de tweede helft. Verre uittrap van Haan. De tweede bal is voor Schaars en hij heeft een hele mooie paas voor Reza. Daar komt de 1-0. Nee, dat is de keeper van Trabzonspor die de 1-0 toch nog weet te voorkomen. En dan is het tijd voor de tweede debutant van deze avond. Daar komt Nemanja Mihaljovic in plaats van Arbasinelli het veld op. De linksbuiten werd afgelopen vrijdag nog gepresenteerd en mocht gelijk met het vliegtuig in. Kans voor Trabzonspor. Bal komt voor. Daar staat Dumfries, die kop weg. Komt uiteindelijk toch weer uit bij Trabzonspor. Is het Emmanuel Mas met het schot. En Van Haven kijkt zich daarop. Hij weet uiteindelijk de bal toch nog vast te klemmen. Zo werd dat toch nog een grote kans voor de Turken. Zie hier de nieuweling Mihaljovic. Kan Veerman de diepte insturen? Doet dat niet, probeert het zelf. En dan is zijn schot een makkelijke prooi voor de keeper. De keeper van Trabzonspor die veel werk krijgt te doen van Heerenveen. Henk Veerman in de ploeg gekomen voor Reza, stuurt Van Amersfoort weg. Wat kan hij met die bal? Schiet hem voor. Komt weer terug bij Henk Veerman. Maar zijn schot miskracht. En zo blijft de tussenstand 0-0. Op het sportpark dus een paar honderd fans van Trabzonspor aanwezig. Hoekschop Heerenveen. Van Aken. Die bal blijft nog even liggen, maar hij vliegt er niet in. Zo krijgt Heerenveen dus verreweg de meeste kansen in de slotfase. Hier, goede ingooi, Kavlan, Henk Veerman en weer de keeper. Nog steeds de nul weten te houden. Dan nog maar een halve minuut later. Mocht de Torsby niet goed aan en daar kunnen de Turken ermee vandoor. Goede paas en daar is Doken Schmidt met de sliding. Trabzonspor schreeuwt om een penalty. Maar de scheidsrechter vindt het een prima sliding. En dat is ook gelijk de laatste kans van de wedstrijd. En daarmee eindigt dit duel doelpuntloos in 0-0. Maar was het desondanks zeker geen saaie wedstrijd. Voor mijn gevoel ging het wel goed. Mooi moment natuurlijk om voor het eerst in het shirt te spelen. En ja, het beviel goed. Goed, we hadden flink wat kansen. We hebben goed gevoetbald. We gaven weinig weg totdat we, ja, we aan de vermoeidheid kwamen. En dan zie je dat zij nog een paar verse jongens erin brengen met wat snelheid. Ja, dan krijg je het wel moeilijk. Maar ik denk dat we overal tevreden kunnen terugkijken op deze wedstrijd. Los van het feit dat we wel een goaltje hadden kunnen maken. Ja, want ja, wie denk jij dat de betere ploeg was vanavond? Ik denk wij. Ik denk zeker wij. Zij waren natuurlijk heel geduldig. Ze gingen gewoon wachten tot wij een fout gingen maken in het voetballen. Dat hebben we ja, vooral in de tweede helft ook wel een paar keer gedaan. Maar ik denk... Als we gewoon onze kansen erin schieten, dat we ja, een andere uitslag hebben dan dat we nu hebben. Maar overal denk ik dat we erg tevreden kunnen zijn met, ja, met dit korte trainingskampje. Ja, ik vond dat we wel goed speelden bij Vlagen. Ik denk dat we mooie kansen hebben gecreëerd. Misschien wel verdiend hadden om te winnen vandaag. Maar ik denk dat we wel tevreden kunnen zijn over het spel. Ja. Ja, voor jou gaat het dan heel snel. Van de week ben je nog gepresenteerd en nu ja, hier in Oostenrijk. Ja, hoe gaat dat in zo'n groep?
Ja, gaat goed. Leuke spelersgroep. Ik ben goed ontvangen binnen de groep. En ja, ik vond het allemaal wel prima. Ja, het is vandaag 65 minuten gespeeld. Wel een beetje zware benen natuurlijk. Van al het reizen en ja, drukke week natuurlijk. Maar ja, ik voel me wel gewoon lekker fit. Ik voel me prima op mijn plek hier met de jongens. En nou ja, ik begin steeds beter ook in het spel te komen. Ik voel me prettig hier. En ik hoop dat dat ook terug te zien is in het veld. En nou ja, vandaag weer de 0 voor de tweede keer op rij. Dus dat is altijd wel leuk. En nu, ja, volgende week nog één wedstrijd en dan gaan we klaarmaken voor Groningen uit.